Het Sint-Vincentius ziekenhuis heeft vanmorgen een community gezondheidsbeurs gehouden in de Suriname Times Mall. Het doel was om de samenleving te informeren over de diensten die het ziekenhuis levert en om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl. De bezoekers konden gratis hun bloeddruk, glucosesuiker en body mass index laten meten. Het ziekenhuis wil op deze manier iets terugdoen voor de samenleving, zegt Wil Koolen, coördinator van de spoedpost en de ambulancedienst van het RKZ. Er gebeuren heel veel dingen in de maatschappij. Mensen worden ziek, mensen maken zich zorgen om hun gezondheid. Als mensen in het ziekenhuis komen, moeten ze vaak geld afstaan. Nu willen we iets terugdoen aan de gemeenschap. We willen alles, als mensen komen, kunnen ze gratis bij ons een health check doen. Wat houdt dat in? We zijn hier met 7 verschillende disciplines, waaronder de lab, de fysio, de röntgen, de spoedpost, de mama care, de verloskundige. Mensen kunnen hier langslopen, ze krijgen een kaartje, dan kunnen ze alle stations af. We gaan hun bloeddruk meten, we gaan hun pols meten, we gaan hun zuurstofverzadiging meten, oftewel te kijken of de zuurstof in het bloed is. We gaan verschillende testen bij ze doen. We doen de BMI, de lengte, de gewicht, om te kijken. We geven mensen gezondheidsadviezen, voedingsadviezen. En aan het eind van de cyclus, als ze alles hebben doorlopen, staat een arts daar. En die gaat de waardes, wat we hier gemeten hebben, interpreteren. Dus dan geven ze een advies aan de mensen. Koolen zegt dat het ziekenhuis altijd klaar staat voor de patiënten. Voor het RKZ is het verbeteren van de levenskwaliteit en de patiëntgerichte zorg van essentieel belang. Het ziekenhuis biedt al langer dan 100 jaar efficiënte en cliëntgerichte zorg aan, aldus Koolen. Onze ambulancedienst die gaat vanaf 27 november gaan we 24 uur per dag gaan we aan de slag. Dat betekent dat we met de ambulancedienst gaan uitrukken. We gaan een speciale nummer introduceren, nummer 124. Dat is een oude nummer die al bekend was. Dus als mensen ambulancehulp nodig hebben en ze bellen 124, dan krijgen ze de ambulancedienst van het Sint-Vincentius ziekenhuis en dan gaan we mensen ophalen. Iedereen mag bellen. Als u van huis af naar een ziekenhuis wil of van een ziekenhuis naar ergens naar anders naartoe, kunt u bellen. Ook als u rolstoelvervoer nodig hebt, kunt u ook het Sint-Vincentius ziekenhuis bellen, kunt u ook het nummer 124 bellen. Dan zorgen we ook dat de rolstoel komt en dan vervoeren we u naar waar u ook maar wil. Aldus Wil Koolen, coördinator van de spoedpost van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hij sprak vanmorgen tijdens de community gezondheidsbeurs die het ziekenhuis heeft georganiseerd in de Times Mall.